We zijn dus nu in Oostenrijk en wij gaan hier een weekje lang skiën. Mooie sneeuw is hier al, leuke bergen en we zijn het een beetje raar. Maar ja, we zitten ook in een ander appartementje dan normaal. In een ander plaatsje, ook ander gebied, alles nieuw. Ik heb ook nog eigen skis en ik hoop dat het leuk wordt. Het lijkt echt op zo'n Zack & Cody bed. Weet jullie wat ik bedoel? Of hebben jullie dat nog gezien? Zack & Cody had ze altijd ook van die bedden die ze zo uit een muur moesten trekken. Grappig. Nou, ik heb mijn prachtige skikleding aan en dit licht is niet mooi. Dus 8:00 moeten we nog eventjes ontbijten. Daarna gaan we naar de skilift toe en gaan we lekker skiën vandaag. In een nieuw gebied dus, ik ben heel erg benieuwd. Jamie die gaat dit jaar voor het eerst ook snowboarden, ook heel erg leuk. En Mark, want we zijn nog met een ander gezin op vakantie, die heeft ook nog een soort GoPro. Dus jullie gaan ook nog leuke GoPro beelden zien. Hallo, vind je ervan, Twan? Goed hoor, ziet er heel mooi uit. Moet ik iets vertellen van? Ah, het is gewoon ijssneeuw, dus je glijdt er snel door. Ja. Het is, ja, het is best een beetje druk, allemaal kleine kindjes. Maar het is wel leuk. Oh mijn god, ik viel. Nou, dag 1 zit erop. We zijn in een hal met echt heel veel spiegels. Ik weet niet wat ze denken, dat mensen er niet slecht uitzien of zo. Maar Jamie gaat er ook weer gewoon skiën, niet meer snowboarden. Dat is wel leuk. Er waren nog niet veel spectaculaire beelden. Maar morgen gaat Mark met de GoPro skiën. Dus er komen denk ik wel wat leuke beelden aan. En het wordt ook mooier weer. En er komt ook weer meer sneeuw overmorgen volgens mij. Dus het wordt nog even leuk. Het is vandaag dag 2 en we zitten nu in de lift. Echt mini. Zijn Tannenmark. Jongens, we zijn hier boven. Ik zie niks meer zon. Maar mijn moeder vertelde dat ik hier mijn eerste skiles heb gehad. Dus dat is wel grappig. We hebben pauze gehouden en het is echt nu heel mooi weer. Het is echt lekker warm. Nou, een beetje, misschien een beetje te warm, maar het is ook heel mooi uitzicht. Heerlijk weer. Ja. Je zit op Brandstad, hè, zitten we nu. Brandstad. Ja, 1700 meter hoog. Dus. Alleen net een beetje te warm voor het skiën, denk ik. Maar de zon is echt wel lekker. Ik zal het uitzicht laten zien, want het is heel erg mooi. En is dit het uitzicht, hè? Ik zit er met draaipunt. Schitterend mooi. Mooie sneeuwcondities, een lekker skiën hier. Oh. Maar ik zou er niet heen komen als jullie kijken, want het is al druk genoeg. Ja, kijk hoeveel mensen hier zijn. Vecht om een plekje. Het is nu 15 graden en dat is echt heel warm om te skiën, want die sneeuw, alles verhoopjes en water en in dikke kleding is echt super warm. Dus ik weet niet hoe lang we dit nog volhouden. Ga je ook bijna dood, Twan? Ja, hè? Mama! Hey!
Ja, ze zitten hoesten eventjes. We zitten in de lift. Dit is de Bubble Express. Ja. Ik doe even een vlogverslag. Het is warm, hè? Het is 15 graden. Het is te warm. Ja. En het is echt wintersport. Die andere water moet je pakken. In Nederland zou je nu een kort mousetje lopen. Hier niet. Wat gaat Tim doen? Ik ga een beetje water over iemands hoofd gooien. Nee, hey, papa! Nee. Oh. Zonnetje! Ja. We zitten hier lekker te eten op de bank. Lekker smaak is het ook niet. Ja. Pasta pesto, gemaakt door mama. Lekker mama. Lopen naar de lift toe. Om weer te gaan skiën. Oh, hier is een waterval, dus ik hoop dat je nog wel hoort. Vandaag een dag zonder Jamie. En het is een beetje regenachtig. Maar het komt hopelijk goed. Het sneeuwt. En het is mistig. Het sneeuwt, het is mistig en wat al niet meer. Kijk, alle boompjes worden wit. Gisteravond zijn we nog eventjes naar de Mosquito Bar geweest, want daar draait mijn oom Jordi. Die is daar DJ. Was wel best wel gezellig. En het heeft nog gesneeuwd vannacht. En net was het nog niet zo mistig, maar nu is het ineens best wel mistig. Dus ik hoop niet dat het boven op het berg heel erg is, want anders zie je dus helemaal niks op de piste. Maar er ligt dus wel sneeuw op de bomen. Dat is leuk. Wat heb je? Pap heeft gestopt. Oh, hij lag hier zo. Oké. We hebben hem weer gevonden. Oh, we zijn de lift gevallen, de sok. Een beetje de stok door je vader, toch? Jongens, ik heb Miller net van het bed afgeduwd, want ze zat echt een te biel te doen. En nu zit ze echt in een rare lachbaar. Ik heb nu hoofdpijn en rugpijn door jou. Wij hebben een ochtendje geskiet en nu gaan we lopen. Rodelen, want we hebben hier een sleetje. Wordt lachen. Ja, wordt lachen. Lachen. Wil je? Yo! Ik ben dus mijn moeder op een sleetje aan het rodelen, maar het gaat zo slecht, want de sneeuw is een beetje pappig. En het is allemaal, oeh, lachwekkend. Want dan gaan we, oh mijn god, als hij nu gaat vallen. En, oh mijn god. Het gaat fijn in ieder geval. Maar ik vertrouw mijn moeder. En we gaan nu de rand in. Als je eenmaal vast zit, dan zit je vast. Dan zit je ook vast. Oh jongen, jongen, daar gaan we hoor. Daar gaan we, afsturen. We zitten weer vast, dus ben niet. Oh, we komen niet vooruit. Daar gaan we. De afgrond in. Dat is wel leuk voor je vlog. Ja, leuk voor mijn vlog als ik dan nog leef. Kan de kerstboom maar meenemen? Ja hoor. Nee, ja, de kerstboom niet mee. Dat kan allemaal. Rechtsaf, maar hij doet het niet. Iedereen. Ja. Ik heb het vaak maken. Ik ga straks waarschijnlijk ook nog een keer alleen. Ik weet niet of dat goed is. Bochtie! Oh, oh! Jij bent net niet in een bobslee. Je moet er gauw op springen.
We zijn net bobsleeën. Oké, ik ben nu in mijn eentje en de kant hier naar beneden. Toen ging ze over deze heuvel en toen is de slee zo gestrand en ik viel daarna. Goed verhaal. Het laatste stukje even liggend doen. En dan nog een keer omhoog. Ja. Oh, ik moet wel even op de weg letten. Okay. Zo, we zitten te wachten op Mandy. Mandy is aan het rodelen. Aan het rodelen. Eerst met mij. Er was niks voor de ouders, dus wij zitten aan een drankje hier. En we nemen een glühweintje zo. Mandy, proost. Proost. Tot ziens. Alle YouTubers, fans. Ik zou zeggen, duimpje omhoog. Joker melkje erbij. De zon schijnt, de vogels fluiten, een mooie nieuwe dag. Vandaag is de laatste dag dat we gaan skiën en we staan hier nu op de Hoge Salve, dat is de hoogste berg in dit gebied. You can stop the in de lift. Het is de laatste dag. Wat vinden jullie daarvan? Jammer. Ik vind het wel leuk. Ja, Jamie wil naar huis, die gaat volgend jaar niet meer mee. Ik ga niet meer mee. En dat is geen grap. De koe heeft een automatische borstel en is mijn moeder helemaal geweldig. Ik vind het geweldig. Het is lekker, ik ga er ook even onder staan denk ik. Het is lekker, maar dat is gewoon zin. Nog de laatste helling af. En dan zijn we bij de auto en dan zijn we klaar voor dit jaar. Yay! Nou ja, yay, alsof ik heel blij ben om te stoppen. Maar het was gewoon heel erg leuk en het is genoeg geweest, dus ik ben een beetje moe. Ja, mijn lichaam is een beetje moe. Ja. We zitten nu in een Mexicaans hotelletje in Duitsland en hier gaan we één nachtje overnachten en dan rijden we morgen weer naar huis. Maar dat is denk ik voor jullie niet zo heel erg bijzonder. Dus ik denk dat ik bij deze maar de vlog ga afsluiten. Ik hoop dat jullie het een beetje een leuke video, vlog, sfeer dingetje vonden. Ik vond het in ieder geval een hele meestal gezellige week. Zou ik zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren, te reageren als je dat leuk vindt. Tot volgende week. Doei doei! Nou, dit was een vlog. Duimpie!